De thuiszorg is goed georganiseerd. Er is veel ruimte voor personeel om zich te ontwikkelen. Ik vind dat er heel wat te verbeteren is. Ik denk dat het wat meer professioneel kan, als je dat vergelijkt met hoe het in Nederland geregeld is. Ja, je ziet echt, we hebben een groot aantal patiënten die 90 plus zijn, die gewoon nog steeds thuis wonen. Je gaat hier in Zweden echt pas naar een verpleeghuis als je echt niet meer thuis kan wonen. Ik vind dat de lijnen hier in Zweden korter zijn dan in Nederland. En in Nederland heb je case manager en van alles en nog wat. En dat de lijnen zijn hier korter en waardoor er toch wel op een andere manier hulp gegeven wordt. In de gemeente waar ik werk is er geen private thuiszorg. In Westerwijk was er één. Dus over het algemeen is het toch denk ik wel voor 80% is het de gemeentelijke thuiszorg. Ik weet dat dat is nu in Nederland hè, begint een zorg meer en meer de taak van de gemeente te worden. En hier is dat in Zweden eigenlijk altijd al zo geweest. Het grootste verschil is dat de mensen hier gewend zijn om vanaf de geboorte tot aan de dood verzorgd te worden. Dus het zorgstelsel is heel erg altijd aanwezig geweest. En mensen die gaan er ook vanuit dat het er altijd is. En de aanbieders hier zijn deels de gemeente. Die heeft het vaak al ingericht van oudsher. En er zijn in de gemeente ongeveer 5 private acteurs. En de snelst groeiende ook in Zweden op dit moment. Die heette eerst Granvård, maar dat heet nu buurtzorg, zoals we kennen.